dus deze nagels maken. Op alle nagels zit iets anders. Een andere kleur gelec van C&D. En ook weer andere glitters. En dat ga ik nu ook op deze nagels doen. Op alle nagels komt nu dus een andere kleur gelec. En nu is het tijd voor de glitters. Ik ga dus op al deze gelec nagels een glittertje doen. Dit zijn de glitters van Licente. En dit zijn echt super mooie. Het zijn allemaal verschillende soorten glitters en verschillende kleuren. En deze geven een heel mooi effect in combinatie met de gelec. Op de pink breng ik deze glitter aan. Hij is echt super mooi. En dit is Neptune. Dit breng ik half op de nagel aan. Ik begin aan de kant van de nagelriem en dan laat ik de glitters een beetje overlopen tot halverwege de nagel. Op de middelvinger breng ik deze glitter aan en dit is Coral. Koraal. Deze breng ik aan over heel de nagel. En de glitters blijven gewoon plakken omdat de gelec nog een plaklaag heeft. En daar blijven dan de glitters in vastplakken. Dus je duwt de glitters echt in de plaklaag. Op de wijsvinger breng ik deze multiglitter aan. En deze heet Sugar Lips. Deze glitter breng ik een klein beetje aan in een soort van maanvorm. Dus ik begin aan de zijkant en aan de bovenkant. Dus de glitters zitten een beetje in een soort cirkelvorm. En op de duim breng ik deze glitter aan. En dit is Rhubarb. En ook deze doe ik over heel de nagel. Dit geeft echt een super blinkend effect. Op de ringvinger heb ik net iets anders gemaakt. Dit heb ik gedaan met een glitteroverloopje. Dus onder die bruine strepen zit een glitter. En die loopt dan van licht naar iets donkerder naar donker. En daarvoor heb ik dus deze glitters gebruikt. Dat zijn dezelfde glitters als die ik net op de andere nagels heb gedaan. Dus die kleurtjes komen dan weer gewoon terug. Dus aan de kant van de nagelriem breng ik de rhubarb weer aan. Dat is de lichtste glitter. Die doe ik ongeveer tot 1/3. Daarna breng ik de koraalkleur in het midden aan. Dus die doe ik in het midden. Breng hem een klein beetje naar boven. Zodat hij over de andere kleur heen gaat. En ook een klein beetje naar beneden. En op het laatste puntje, het onderste stukje, breng ik die donkere kleur aan. De Sugar Lips. Veeg een beetje over de nagel om de overtollige glitters eraf te poetsen. En zo gaan ze ook mooi door elkaar, de kleurtjes. Over die glitters komt dan een laagje Clearly Pink. Dit is een doorschijnende gelec. En die zorgt ervoor dat de glitters dadelijk allemaal op zijn plek blijven zitten. En dat ik dan de andere kleur er makkelijk overheen kan doen. Deze gaat nu ook eventjes voor 2 minuten in de UV-lamp. Over deze glitters breng ik nu een laagje van de Rubble aan. Dat is een beetje een bruine gelec. Hiervan breng ik een vrij dikke laag aan. Of tenminste, je moet proberen om hem in één keer dekkend te krijgen. Zodat de kleur gewoon dekkend genoeg is. Want je kan namelijk geen tweede laag aanbrengen.
als je deze kleur hebt aangebracht, laat je hem even een paar seconden zitten, zodat hij even een klein beetje dikker kan worden. Maar hij moet nu dus nog niet uitharden in de UV-lamp. Na ongeveer een half minuutje is de kleur wat dikker geworden. En nu kun je met een heel klein kwastje strepen erin trekken of figuurtjes wat je zelf leuk vindt. Omdat je die andere laag net eronder hebt gedaan van Clearly Pink, gaan niet de glitters door elkaar, want die glitters die zitten al onder die Clearly Pink. En daardoor kun je nu ook heel gemakkelijk deze kleur er weer afvegen. En dit gaat nu ook uitharden in de UV-lamp. En nu breng ik overal de topcoat aan. Op alle nagels komt gewoon een laagje van de topcoat, van de C&D Gelec. En zodra de topcoat overal op zit, moet deze ook weer 2 minuten uitharden in de UV-lamp. Als ze dan 2 minuten in de UV-lamp zijn geweest, kun je de plaklaag verwijderen. Dit doe ik met een watje met alcohol. Beetje nagelriemolie erover en dan zijn ze klaar. En dit is het eindresultaat. Mooie glimmende nagels met heel veel verschillende glitters en een leuke accentnagel. Alle nagels zijn helemaal verschillend. Ik heb verschillende kleuren en verschillende glitters gebruikt. Maar toch vormt het een mooi geheel omdat het allemaal neutrale kleuren zijn. We hopen dat jullie deze video weer leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan vooral weer even je duimpje omhoog. Dan willen we jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer!